dat kan niet. Weet je, ik ontken en ik zeg, nee, dat kan niet. Hij zegt, douche je mond open. Ik zeg, waarom moet ik mond open doen? Hij zegt, rook zo. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. En ik ben onderweg, zoals je ziet, op de snelweg. Onderweg op de snelweg. Hey, linker, bam. Hey. Heel slecht, ik weet het mensen. Maar ik ben onderweg richting Phoenix. Ik moet altijd, als ik naar Phoenix ga, moet ik een heel klein stukje snelweg pakken. Dan moet ik meteen de tweede afslag moet ik er meteen af. Dus het is letterlijk gewoon, je bent misschien 2-3 minuten op de snelweg. Maar dat is wel de kortste route. Maar goed, onderweg daar naartoe voor mijn allereerste show hier in Den Haag, jouw stad. En het is nu op dit moment, even kijken, ietsjes over 10:30. Ik ben er over 5 minuten. En waarom ik zo vroeg ben, ik draai van 1 tot 4. Maar ik ben er wat eerder, omdat ik natuurlijk mezelf heel goed wil voorbereiden voor de show. Wat ik altijd wel doe, maar snap je, nu nog strakker en alles nog beter. En ja, omdat het mijn eerste show is en ook omdat, ik, zeg maar, omdat het nieuw is voor mij. Dus ik moet ook nog even wennen daaraan. Maar goed, we zullen het zien hoe de vibe daar is. En misschien komen er wel hele toffe gasten vandaag. Ik weet niet, misschien komen er niet eens gasten. Misschien alleen maar belletjes en dat soort dingen. Komt allemaal goed, joh. Laat het allemaal beginnen. En ik zeg volg. Oh mijn god. Wat voor een dag heb ik beleefd, mensen. Wat voor een dag heb ik beleefd. Ik begon deze vlog om 10 uur in de ochtend. Het is nu op dit moment bijna 6 uur avond. Zoals jullie zien, een heleboel ballonnen voor mijn eerste uitzending. Maar ik ben hier helemaal alleen. En ik heb letterlijk gewoon deze uitzending was gewoon één grote chaos. Het begon, het was eerst, weet je wat het is? Ken je die dagen? Het begint allemaal perfect en het voelt allemaal goed aan. En op een gegeven moment gaat alles langzamerhand de soep in. Want ik ga jullie uitleggen, kijk. Dit paneel wat je hier ziet staan, hè. Dit is een andere soort paneel dan die ik normaal gesproken gewend ben. De instellingen, kijk, het is hetzelfde als wanneer je bijvoorbeeld opeens van een MacBook overschakelt naar een Windows. Snap je? De instellingen die zitten wat anders. De manier van typen en toetsenbord, alles zit gewoon anders. En ja, en dit is toch iets lastiger. En er zitten een paar dingen in wat gewoon veel moeilijker is. Bijvoorbeeld je moet dubbel klikken in plaats van één keer klikken. Nou, als je gewend bent om één keer te klikken, dan klik je één keer. Denk je van, hé, wat gebeurt er? Moet je nog een keer klikken? Het was gewoon één hele grote chaos vandaag hier zo in deze studio. Tenminste, het eerste uur was een chaos. Het tweede uur ging wat makkelijker. Derde uur ging wat simpeler. En daarna ben ik gewoon letterlijk 2 uur lang bezig geweest met... Kijk, na de uitzending moet je, zeg maar, de hoogtepunten van jouw uitzending moet je dan eruit knippen. Zeg maar, dat geluid moet je dan eruit knippen. Moet je nog een introotje, outrootje. En dat moet je dan vervolgens in een huls stoppen. Ja, zo weet je, kogels zitten ook in een huls. Die gaan ze dan later in de herhaling, zeg maar, gaan ze dat nog een keer draaien. Maar dat is als je dit voor de eerste keer doet, is het heel lastig. Dan moet je op een heleboel dingen letten. En ik heb het nu wel afgekregen. Het kostte me 2 uur. En het is zelfs niet eens, weet toch, echt denderend. Het is matig. Maar het is wel gewoon... Ja, man, het is lastig, man. Het is echt lastig. Morgen weer. Deze dag snel vergeten. Letterlijk gewoon. Ik hoorde mezelf in een echo. Een hele chaos. Ik ga gewoon nu mijn jas aan doen. Het enige voordeel is dat er nu wel minder file is, als het goed is. Ja. Ja, ik ga nu eens lekker noedel eten. Dat ga ik doen. Volg. Wat ben ik blij dat ik nu dit kan doen. Open the car. Step in the car. Het is nog best wel warmpjes buiten, joh. Valt wel mee. Ja, het regent alleen heel erg. Maar goed. Yeah! Oh my god, ken je dat? Wanneer je de hele dag op school hebt gezeten of de hele dag op werk. Je bent gewoon helemaal gesloopt. Vandaag was ik hier dus vanaf 10:45 tot 6 uur. Het is nu 6 uur. Ik moet zoveel mensen bellen. Mijn telefoon is leeg. Dus ik ga hem aansluiten aan de Bluetooth terwijl die aan het opladen is. En dan ga ik gewoon praten. Zo, de dagen zijn vermoeiend. Ik dacht gewoon van, hé, ik ga toch gewoon tussen lekker rustig vloggen. Zo. Net zoals ik dat altijd deed daar zo in de dinges. Maar hier moet je echt veel meer focussen. Maar goed, richting huis. Volg! Aangezien ik niet veel tijd heb gehad vandaag om te vloggen. Ik ben naar huis gegaan. Ik ben in slaap gevallen. Ik ben zoals gewoonlijk weer geflasht door broer van andere moeder. Dus als broer van andere moeder nu kijkt. Je hebt me alweer geflasht, dankjewel daarvoor. We zouden naar buiten gaan of iets, maar hij belde niet meer. Maar goed, dat terzijde. Ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik heb nog geen storytime gedaan deze week. Dus vandaag krijg je dan een storytime. Dit verhaal gaat dus over hoe mijn moeder mij heeft betrapt met roken. Nou, weet je, voor de meeste mensen zal het misschien niet iets heel ergs zijn. Maar in mijn geval was het wel zo. Maar wat mijn moeder, die heeft, zeg maar, die was nooit echt in haar leven zo teleurgesteld als op dat moment in mij.
Ik zat in de derde klas, als ik het goed heb. Derde klas volgens mij. En die avond hadden we een schoolfeest. In die tijd ging ik nog naar schoolfeesten toe en dat soort dingen. Ik rookte daarvoor al, maar ik wist het altijd heel goed te verbergen. En ja, waarom rookte ik? In de middelbare school, ik weet niet, maar op de middelbare school was het stoer of... Dan hing je met een bepaalde groep mensen die allemaal rookten. En jij was dan die enige die niet rookte. Toen dacht je bij jezelf van, ja, ik ben niet cool als ik niet ga meeroken. Of ik doe dan niet mee, weet je. Of ik word buitengesloten en dat soort dingen. Dus daarom besloot ik ook om te gaan roken. En gewoon, ja, ik had er niet eens een reden voor. Ik kon niet eens roken, snap je. Ik zie vaak mensen die roken. En dan blazen ze het meteen uit, snap je. Ze inhaleren het niet. Dat zo iemand was ik. Dus ik rookte alleen gewoon om te laten zien van ik rook. Niet mensen, sommige mensen die roken vanwege hun stress of verveling. Ik rookte gewoon om te laten zien van yo, kijk, ik ben stoer, ik rook. En dan had je een winkeltje daar in de buurt van de school. En als je een beetje volwassen overkwam daar zo, gaf hij je gewoon altijd sigaretten mee. Het maakt niet uit hoe oud je was. Nu moet je volgens mij 18 jaar zijn om sigaretten te kunnen kopen. Ik weet niet of dat zo is. En je moet je ID kunnen laten zien als je nog geen 21 bent. Vroeger was dat 16, moest je 16 zijn. Nou, ik was nog geen 16, ik was 14, 15. En ik kwam gewoon zo de zaak binnen, ik droeg mijn pet zo. Kom binnen, ik zeg, een pakje Marlboro, alsjeblieft. Dus ik kreeg het gewoon altijd mee. Dus daarom dat het ook zo makkelijk was om dat te krijgen, ging ik het ook doen. Nou, de dag dat ik zeg maar erop werd betrapt, was de dag van een schoolfeest. Ik ging dus in de middag vroeg van huis weg, echt heel vroeg. Ik had niet eens wat te doen of zo. Ik ging gewoon naar buiten. Ik ging naar dat winkeltje toe. Ik had een pakje sigaretten aansteken, dat soort dingen. Oké, vervolgens ging ik bij een pleintje, ging ik gewoon buiten rondjes lopen, kijken wie ik tegenkwam. En ondertussen de hele tijd roken. Waarom? Omdat het stoer was. Ik zat gewoon de hele tijd te roken. Ik had met een paar vrienden afgesproken, maar het was nog veel te vroeg. Dus ik was de hele tijd in die buurt gewoon rondjes aan het lopen. Ik kwam nog op een paar mensen tegen. En die zeiden ook tegen mij van, rook je? Ik dacht, ja man, ik rook gewoon al een tijdje, weet je. Dus ik voelde me echt stoer. Ik had echt iets van, ik heb status of zoiets, omdat ik rookte. Wat best wel dom was. Op een gegeven moment met de vrienden die ik had afgesproken, die waren klaar voor. We gingen met z'n allen naar het feest toe. Je weet, onderweg nog meer roken. En die vrienden, ik zei tegen hem, wil je roken? Ik bood het hem ook aan, hè. Ik weet zeker dat nu een heleboel mensen kijken die dat ook gaan meemaken op school. Of die hebben dat al een keer meegemaakt, dat iemand je het aanbiedt. Omdat iemand zegt van ja, het is cool, het is stoer of iets. Luister goed naar wat ik nu zeg. Luister heel goed. Doe niet wat een ander doet. Of doe niet wat een groep doet. Weet je, probeer jou niet te laten beïnvloeden door groepsdruk. Probeer met een groep om te gaan die het positieve in jou naar boven haalt. En niet het negatieve. Negatieve roken en dat soort dingen, dat is negativiteit. Het zorgt ervoor dat je afgeleid wordt van een heleboel dingen. Het is ook nog eens super ongezond voor je. Dus probeer dat soort mensen meteen te vermijden. Hij weigerde het en ik was ondertussen door roken. Nou, wij naar het schoolfeestje toe, hè? Feestje, dansen, dit en dat. Daarna weer klaar, ondertussen weer de hele tijd roken. En toen ging ik naar huis. En ik was voorbereid. Ik dacht bij mezelf van, oké, ik ga me wel voorbereiden voor als ik thuis aankom. Ik had een deobusje meegenomen, zo'n hele kleine deobusje. Dus wat doe ik? Ik dacht bij mezelf van, ik spoot ze overal, maar uit mijn mond rook je het nog heel erg. Maar het was best wel laat. Volgens mij was het 1 uur of zoiets. Tenminste, voor mij was dat toen, in die tijd is dat laat, weet je. Als een jongen van 14, 15 om 1 uur thuis komt, is dat laat, snap je? Dus het was ongeveer 1 uur, ik kwam thuis, maar mijn moeder, weet je hoe moeders zijn? Moeders hebben altijd een soort van bepaalde zintuig over wanneer ze denken van, er klopt iets niet met mijn kinderen, er klopt iets niet met mijn zoon. Dus zij zat al vanuit haar raam, vanuit het raam, zat ze al naar mij te kijken wat ik deed. Dus ik mijn fiets in de kelder zette. Wat doe ik? Ze ziet mij letterlijk hoe ik deodorant overal spuit. En ik was nog zo obsessed van, ik wil niet dat ze weet dat ik uit mijn mond stink, dat ik het zelfs in mijn mond spoot. Ik zweer het, ik heb gewoon deo in mijn mond gespoten. Gewoon puur voor de geur. Ik gooide het weg. Nou, ik loop naar boven. Maak de deur zo open. Ik wilde meteen, je weet hoe dat gaat toch? Ik wilde meteen naar mijn kamer gaan. Maar mijn moeder die stond al meteen daar in de gang. Ze zegt, wat gooide je daar weg in de container? Ik zeg, niks. Gewoon spullen of zoiets. Ik weet niet eens wat ik zei. Ze zei van, kom eens. Ze rook zo aan mij. Ze zegt, ja, sigaret. Ik zeg, nee, dat kan niet. Weet je, ik ontken. Ik zeg, nee, dat kan niet. Ze zegt, douche je mond open. Ik zeg, waarom? Waarom moet ik mond open doen? Ze rook zo. Ze rook sigarettengeur. Nu kan ik erop lachen, maar toen was er echt niks om op te lachen. Ik zweer het je, we hadden een glazen kast. Een glazen vitrinekast, die stond zeg maar, zo'n hoekkast, die stond precies in de hoek. Die is gewoon gemaakt voor in de hoek.
Serieus, mijn moeder was zo boos en teleurgesteld. Ze gaf één tik tegen die glazen kast. Die hele glazen kast, al het glas dat erin zat, dat viel meteen gewoon kapot neer op de grond. Gewoon zo boos was zij. En ik natuurlijk, je weet toch, nee, het is niet zo. Vrienden, die heeft me overgehaald en het is maar één sigaretje, dit en dat. Je weet hoe dat gaat toch? En uiteindelijk ging iedereen naar bed, hele chaos, geschreeuw, dat soort dingen. En ik in mijn bed weer helemaal verrot, slecht geslapen. Volgende dag ook weer, weet je. Ze zei tegen mij van, luister, als jij zo nodig wilt roken, doe dat dan wanneer jij volwassen bent. Hè? Wanneer je volwassen vent bent, hè? Ga dan roken. Nu, je bent nog een jonge jongen. Je bent gezond, je traint, je sport elke dag. Je bent bezig met school. Focus je op dat. Ga je niet focussen op roken en dat soort dingen. Zij zegt, dat moet je niet doen. En wil je zo nodig roken? Kom naar mij toe. Ik ga je hele pak sigaret laten roken. Maar voor mijn neus, hè. Alleen als ik erbij ben. Dan mag je het doen. Dan ga je weer zien of je zo'n stoere jongen bent. Dat je kan laten zien dat je aan het roken bent en dat soort dingen. En vanaf dat moment merkte ik dat mijn moeder echt teleurgesteld in mij was. Want ik had nog nooit, zelfs wanneer op momenten dat ze eigenlijk niet mij hoorde te beschermen, beschermde ze me toch. En nu merkte ik dat dit gewoon zo erg was. Dat ze gewoon dacht van, nee, dit kan niet, weet je. Dit hoort niet. Waarom ik dit verhaal vertel, is ook, ik weet dat veel jongeren, ik zie tegenwoordig de kleinste jongetjes of meisjes, of, je hoeft alleen al langs de school, middelbare school te rijden, je ziet ze allemaal voor de deur daar roken en dat soort dingen. Kijk, wil je zo nodig roken, ga roken, maar zorg ervoor dat je niet andere mensen daarin meetrekt en dat soort dingen. Het liefst stop er gewoon mee, snap je? Het is niet goed, het valt ook niet goed te praten. Weet je, als je stress hebt of wat dan ook, probeer andere dingen. Ik weet hoe dat zit. Ik ken echt mensen in mijn omgeving, weet je? Dat is ook mijn omgeving waarin ik zat. Overal iedereen die rookte, weet je? Maar ik ken mensen die echt stress hebben. En als zij niet roken, dat zij dan gewoon helemaal gaan trillen, zweten. En dat ze gewoon ook heel veel gaan eten, weet je? Aankomen en dat soort dingen. Dus voor die mensen is het misschien nodig. Maar ja, misschien moet je iets vervangends vinden. Ik weet het ook niet. Maar goed, dat is dus een verhaal waarin ik werd betrapt met roken. Dus vanaf dat moment zwor ik ook meteen roken en al die dingen. Zwor ik ook meteen af. Ik ben nu nog steeds, word ik omringd door mensen die shisha roken of weet ik veel wat. Maar ik heb er geen behoefte aan. Echt waar, geloof me. Ik ben niet de type die daarvan houdt, weet je. Dus geloof me, als ik het wil, dan doe ik het. Snap je? Als ik het wil, als ik die behoefte daarna toe heb, let op jezelf. En laat je niet beïnvloeden door andere mensen. Dit filmpje gaat meer over, weet je, invloeden van buitenaf. Laat je niet beïnvloeden. Wees gewoon een sterker iemand. Want geloof mij, als jij jou niet laat beïnvloeden en je negeert het en je gaat positief verder, dat maakt je alleen nog maar een sterker mens. En het zorgt ervoor dat je karakter hebt. En dat je gewoon niet meegaat met de groep, weet je. Dat je gewoon niet beïnvloed bent door groepsdruk. Of dat je niet als een schaap achter de kudde aanrent. En dat maakt je dan een echte man of een echte vrouw. Dat advies wil ik je meegeven. Ik weet, deze vlog was niet zo heel denderend. Maar gewoon weer een storytime, weet je. Gooi gewoon weer storytime tussen. Misschien doe ik het nog wel vaker. Gooi even die blauwe duimpje omhoog als je denkt van, ja, Yusuf, dit soort verhalen wil ik nog meer horen. Ik heb nog zat verhalen die ik kan vertellen. Dus, vond je deze storytime nou leuk? Doe even een blauwe duimpje omhoog. Vergeet jullie niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet jullie ook niet om meer een reactie achter te laten. En vergeet jullie ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...